Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect Podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur. En ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipoog. Vandaag wil ik je laten kennismaken met keto en je tonen hoe je van je lichaam een natuurlijke vetverbrander kan maken. En dan heb ik het niet alleen over hoe je een natuurlijk gezond gewicht voor jouw lichaamstype kan bereiken en behouden, maar evengoed over energie, helderheid, concentratie. Uh, het gaat ook over ontstekingsgraad en hoe soepel en hoe goed dat je in je vel voelt, mentale gezondheid ook. Um, maar evengoed ook een sterker immuunsysteem. Dat zijn maar enkele van de voordelen die uh, keto voor jou in petto heeft. Wat voor mij ook een hele belangrijke was, is een stabielere bloedsuikerspiegel. Je hebt veel minder behoefte aan tussendoortjes, je hebt minder zin in zoet, je hebt minder honger in het algemeen en je wordt niet zo snel hangry tussen de maaltijden door, want dat werd ik vroeger wel heel snel. Keto is eigenlijk de afkorting van ketose of ketonen. Ketose wil puur zeggen dat je lichaam in een staat van vetverbranding is. En ketonen verwijzen eigenlijk naar een vierde brandstof: alles wat we eten bestaat uit. Koolhydraten, vetten en eiwitten, proteïne. Maar er is ook nog een vierde brandstof en dat zijn die ketonen. En ketonen worden eigenlijk aangemaakt als je je koolhydraten gaat verminderen en meer goede vetten gaat toevoegen aan je maaltijden, waardoor je lichaam in ketose komt, in een staat van vetverbranding. En het is tijdens dat vetverbrandingsproces in je lever dat die vierde brandstof, die ketonen, worden aangemaakt als zeg maar een soort bijproduct tijdens die vetverbranding. En nu, het mooie aan ketonen, als je die, dus als je vetten gaat gebruiken als hoofdbrandstof en ketonen aanmaakt, is dat je niet alleen zal merken dat je veel gemakkelijker een natuurlijk gezond gewicht zal bereiken, maar vooral ook dat je helderheid, je concentratie enorm naar omhoog gaat. Nu... Als je even kijkt van ja, maar hoe komt dat dan dat wij niet van nature die vetten als hoofdbrandstof gebruiken? Wat is nu eigenlijk het verschil hè, met suikerverbranding, vetverbranding? Wel, als baby worden we eigenlijk geboren als een soort natuurlijke vetverbrander. Moedermelk bestaat ook voor een groot deel uit goede vetten. Dat is toch een van de belangrijkste bestanddelen. En ook vroeger, voor de industriële landbouwrevolutie, dan zag je dat we vaak gewend waren om, zeker in periode van schaarste, dus bijvoorbeeld in de, in de winter dan meer, om eh, ook ketonen te gebruiken en eigenlijk om vetreserves te gaan aanspreken. Maar dat is een kennis die we nu een beetje verloren zijn. Waarom? Enerzijds omdat we al vaak van jongs af aan veel suikers en snelle koolhydraten gaan toevoegen aan onze maaltijden. Dat we ons lichaam eigenlijk gewend maken aan suikerverbranding. Maar ook omdat voeding is tegenwoordig 24 op 24, 7 op 7 rondom ons verkrijgbaar, toch in het Westen. En we zijn eigenlijk een beetje. De, de um, gewoonte kwijt van ruimte te laten tussen onze maaltijden. Vaak ja, gaan we van maaltijd naar tussendoortje en dan nee, de lunch en dan nog een tussendoortje. En het is eigenlijk vaak goed om net meer ruimte en rust te laten tussen je maaltijden, want dan gaat je lichaam automatisch gemakkelijker overstappen op die vetverbranding. En zeker als je langere tijden laat tussen je laatste maaltijd, bijvoorbeeld 's avonds' en je volgende maaltijd de volgende ochtend, dan gaat je lichaam vanzelf in een staat van milde ketose komen. Um, en ga je eigenlijk vanzelf ook kleinere hoeveelheden ketonen aanmaken. Dus dat is ook een van de gemakkelijkste manieren om ermee kennis te maken. Maar goed, om terug te gaan naar keto als um, begrip. Er zijn natuurlijk, ik heb er nu ondertussen al vier boeken over geschreven, eh, omdat er nog zoveel misverstanden bestaan rond keto. Want het klinkt allemaal heel wetenschappelijk, maar eigenlijk als je het vergelijkt met een klassieke Vlaamse maaltijd van een stukje vis of vlees met eh, de patatjes, eh, de aardappelen en groenten erbij, er verandert niet zo heel veel. Je hebt nog altijd bijvoorbeeld je stuk vis, je groente. En dan ga je die snellere koolhydraten, zoals bijvoorbeeld pasta of brood of eh, rijst, gaan vervangen door meer groente. En dat ga je dan ook gaan, gaan klaarmaken in een heel rijkelijke portie. Echte goede boter of olijfolie. Eh, want het zijn net ook die goede vetten die ervoor zorgen dat je lichaam gaat overstappen naar die vetverbranding. En dat is wel heel belangrijk. Op het begin zal je misschien denken van, oei, oei, ik ga toch nog wat voorzichtig zijn. Je staat misschien wel sceptisch tegenover keto of wat het effect zal zijn van die goede vetten op je lichaam, op je gewicht misschien ook. Um, want dat is een van de misverstanden, dat vetten je dik maken. Maar de juiste vetten kunnen je net helpen om vetten te verbranden en om je dus eigenlijk veel gemakkelijker een gezond gewicht te bereiken, maar ook te behouden. Want wat, dat, wat dat er eigenlijk gebeurt in je lichaam? Die eerste dagen ga je eh, zeg maar, je suikervoorraad gaan opgebruiken als je dus snelle suikers en geraffineerde koolhydraten gaat afbouwen. En daarna gaat je lichaam eigenlijk verplicht zijn om op zoek te gaan naar een alternatieve brandstof. Een keer dat die suiker, die glucose opgebruikt is, of het grootste deel daarvan, dan gaat het op zoek naar een alternatief. En dan gaat het eigenlijk automatisch vanuit die vetverbranding ketonen gaan aanmaken. En bij sommigen gaat dat heel vlot. Elk lichaam is ook anders. Dus bij sommige mensen merk je dat dat na een week al. Um ja, dat die switch al gebeurt. Bij anderen duurt die aanpassing een heel stuk langer. En dat is eigenlijk echt afhankelijk van persoon tot persoon. Um, dus geef jezelf zeker voldoende tijd als je het wil proberen. Het heeft geen nut om het een week te proberen. Je hebt eigenlijk toch zeker twee maanden nodig. Maar wat dat je dus zal merken, het eerste wat dat je echt aan de lijve zal ondervinden, een keer dat je suikervoorraad is Opgebrand en dat je lichaam meer op die vetverbranding overstapt, is het eerste dat je aan de lijve ondervindt, of dat ik zelf toch aan de lijve ondervond, was het effect op je bloedsuikerspiegel. En dat klinkt misschien ook weer heel wetenschappelijk. Maar wat je zal merken, is dat je dus veel langer voldaan bent tussen je maaltijden, dat je minder behoefte hebt aan zoete tussendoortjes. En dat was voor mij misschien wel het belangrijkste effect. Want ik was iemand die altijd van maaltijd tot maaltijd al bezig was met ja, dat is een doortje en ook veel zin had in zoet. En dat heeft mij enorme rust gebracht, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen die je zal merken. Maar ja, die eerste week dat je daar naar overstapt, eh, kan natuurlijk niet gaan zeggen dat het super gemakkelijk is. Dat is ook natuurlijk voor iedereen anders. Bij mij, ik had gedacht dat vooral eh, suikers verminderen moeilijk ging zijn. Maar eigenlijk had ik daar niet zoveel moeite mee. Wat ik zelf persoonlijk het moeilijkst vond, was brood. Eh, want ik was iemand die heel vaak brood had. Ook al was dat brood dan nog. Eh, ik had toch wel één of twee keer per dag brood. En ik denk dat dat vooral komt... Enerzijds, het eh, is ergens een comfortfood. dus het comfort dat je eruit haalt. En ook het effect van eh, bepaalde koolhydraten op, op je gemoed. En... en ja, op, eh, op je lichaam. Maar anderzijds is het ook vaak een, een gemak en ook een gewoonte. Een gewoonte die je, die je vaak associeert met ofwel het gemak van een snelle maaltijd, hein, gewoon een boterham nemen, ofwel van ergens jezelf belonen, of, of weer zo'n beetje dat comfortgevoel, die comfortfood. En dat vond ik dus een heel stuk moeilijker dan bijvoorbeeld suikers verminderen. En ik denk dat dat voor jou. Misschien ook weer helemaal anders zal zijn. Dus het is, het is eigenlijk gewoon leuk om het te proberen en om aan de lijve ook te zien, van... Ja, te ondervinden van wat doet het met mijn lichaam. Dus geef het zeker wel enkele weken, maar als je het echt wil proberen, geef het twee, twee maanden. En dat zal je ook zien. Het menuplanprogramma uit mijn boeken, uit Keto in 15 Minuten bijvoorbeeld, is echt opgesteld voor twee maanden. Zodat je twee maanden jezelf de kans gaat kan geven om keto te proberen. Want dan ga je echt. De voordelen nog meer gaan ondervinden. En niet alleen je bloedsuikerspiegel, maar ook naar energie, naar helderheid, is dat echt ongelooflijk. Ik kan het niet echt uitleggen, je moet het eigenlijk echt aan de leven ondervinden. Als je trouwens graag al eens keto wil proberen, je hebt nog geen boek in huis en je zegt van. Ik wil er eigenlijk nog eerst iets meer over weten. Ga dan zeker ook naar julieslifestyle.com. Daar kan je een gratis keto-e-book downloaden met al zeven eenvoudige recepten, met een dagplan, een menuplan om te proberen, met meer informatie. Dus zo kan je al eh, op een heel rustige manier het eens uitproberen voor jezelf. Maar ik, eh, ik sprak al over de voordelen van eh, minder zin in zoet, minder honger. Maar het gaat ook over je energie die veel stabieler blijft omdat je bloedsuikerspiegel niet constant op en neer gaat dus je zal merken dat je veel minder last hebt van zo'n namiddagdip. Dat je minder loon bent na de maaltijd. Want je hebt niet wat je bij die, die snellere geraffineerde koolhydraten vaak hebt. Zoals bijvoorbeeld een pasta. Dat geeft even een high. En zeker ook bij suikers of bij frisdrank. Dat geeft je die piek in je bloedsuikerspiegel. Maar het nadeel is dat het daarna ook weer dat dal geeft. En dan zal je merken dat niet alleen je energie naar beneden gaat. Dat je zo wat moe kan voelen. Maar vaak ook dat je dus um, ja, ergens echt een craving krijgt naar zoet. Omdat je lichaam zegt... Ola, dat gaat hier naar beneden. Geef mij mijn volgende fix. En dat kan je bijna um, gaan vergelijken met... Ja, ik had het misschien niet vergelijken met drugs... maar er is wel onderzoek gedaan... naar hoe suiker ook wel verslavend kan werken. Omdat het constant zorgt voor die up en down... in je bloedsuikerspiegel. En als je daaruit kan losbreken... is dat eigenlijk een enorme bevrijding. Zo heb ik het zelf toch ervaren. Dat je... Jezelf ergens bevrijdt en dat je, dat je veel minder ook bezig bent met de volgende maaltijd of tussendoortjes. En dat je eigenlijk veel energie vrijmaakt, zowel fysiek als mentaal, voor andere leuke dingen in het leven. En dat, dat was voor mij wel een heel groot voordeel. Um, ook naar slaap. Concentratie, helderheid. Je gaat vaak opstaan met een helderder gevoel. En je kan je vaak ook langer concentreren. Wat dat wel leuk is natuurlijk ook naar productiviteit op het werk. Kan keto ook daar een heel, heel um, waardevolle rol spelen. Ook natuurlijk naar gewicht. Dat is de reden waarom veel, veel mensen bij keto terechtkomen. Omdat het ergens wel de manier is om je lichaam een soort reset te geven. Een soort reboot waarbij dat je. Um, gaat losbreken van die suikerverbranding en ook wel die suikerafhankelijkheid. En dat je eerder in die, in die vetverbranding komt, wat allemaal veel trager en gestager gaat. Want vetten en eiwitten verbranden veel trager, waardoor dat je dus ook veel langer die energie hebt. Um, ook een belangrijke, wat keto ook wel onderscheidt van bijvoorbeeld een klassieker proteïnedieet. Is dat die goede vetten er ook voor zorgen dat je ontstekingsgraad naar beneden gaat? Dat komt ook doordat je natuurlijk veel minder suikers in je lichaam hebt. En het voordeel daarvan is niet alleen dat je je wat soepeler voelt, zeker als je veel sport, ga je dat ook voelen dat je, um, dat je recuperatie anders is. Maar wat ook wel belangrijk is, en daar staan we vaak niet bij stil als we nog jong zijn of gezond zijn, maar heel veel ziektes of bepaalde gezondheidsklachten hebben ook. Eh, kunnen pas echt vat krijgen in het lichaam als de ontstekingsgraad te hoog is. Eh, dus dat vind ik een heel mooi voordeel ook van keto, dat je je ontstekingsgraad over het algemeen al lager houdt, waardoor dat je immuunsysteem vaak ook sterker is en waardoor dat je eigenlijk jezelf een beetje kan ja, gaan beschermen, maar evengoed dat je gewoon. Langer kan genieten van het leven met alle energie en soepelheid van, van een jong lichaam. Dus dat je eigenlijk een beetje je levenskwaliteit en ook je vitaliteit kan, kan, kan gaan uh, ja, langer jong houden, als ik het zo kan zeggen. En natuurlijk, um, heel veel ja, bepaalde gezondheidsklachten of ziektes die. Die nu vaak welvaartsziektes of ouderomziektes worden genoemd, zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend of helemaal niet zo natuurlijk. En als je jezelf al uh, ja, beter kan beschermen tegen al die dingen, zoals diabetes type 2, maar even goed diabetes type 3, Alzheimer, er wordt ook heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van keto op onze hersenen, en zo is het eigenlijk ook ontdekt. Het komt vanuit de wetenschappelijke wereld um, voor uh, onderzoek voor kindjes met epilepsie. En toen dat bleek dat het effect van keto daar zo groot was om niet meer die epilepsieaanvallen te hebben, zijn, ze eigenlijk, zijn wetenschappers meer gaan onderzoeken van wat is nu het effect op de hersenen in het algemeen, maar ook op, op ons lichaam. Um, dus het is eigenlijk ontstaan vanuit die uh, wetenschappelijke hoek. Nu, als je kijkt naar keto op zich, dan bestaan er ook veel misverstanden rond um, en vooroordelen, omdat... Veel mensen gaan keto gaan associëren met de klassieke, vaak dirty keto um, uit Amerika. En dat is een manier van uh, eten, van koken, waarbij dat keto vooral de nadruk legt op heel veel vlees, melkproducten, uh, kaas, room. En op lange termijn geloof ik zelf niet echt in die. Um, benadering van keto, want op korte termijn kan het je zeker resultaten geven. Um, dan gaat het vooral puur naar gewicht en uh, ja, hoe, je lichaamsgewicht en je constitutie. Maar ik geloof natuurlijk ook door mijn achtergrond als vegan chef, geloof ik enorm in de kracht van groenten, uh, omwille van de vitamine, mineralen en zeker op lange termijn wil ik vooral dat keto en de low carb levensstijl dat dat echt een Gewoonte wordt een, ja, een levensstijl waarbij dat je zelf niet meer bij stilstaat. Waarbij dat je je gewoon goed voelt. En waar dat je ook heel flexibel mee kan zijn op het vlak van sociaal leven. Een keer uit eten gaan bij vrienden bijvoorbeeld. Of bij familie. Um, dat je eigenlijk um, daar ergens een beetje jouw versie van kan maken. Jouw balans in kan vinden. En... Als vegan chef ben ik daarom ook op zoek gegaan naar een beetje een uniekere benadering van keto, waarbij ik groenten en gezonde vetten als basis neem. En dat dan ga aanvullen met kip, eh, andere gevogelte, vis, eitjes, eh, ook evengoed bijvoorbeeld tofu. Dus goede eiwitten, goede vetten, veel groenten. Dat is eigenlijk de basis voor mij van keto, zoals ik het zelf benader. En ik denk dat het enerzijds daardoor keto veel toegankelijker maakt, maar vooral ook veel haalbaarder, eh, niet alleen als sociaal leven, maar ook gewoon op lange termijn. En in mijn nieuwe boek, Keto in 15 minuten mediterraan, ga ik dan ook nog eens eh, eigenlijk gaan kijken van... Ja, het mediterrane dieet, dat wordt jaar na jaar herverkozen tot het gezondste eetpatroon ter wereld. Er wordt daar ook veel onderzoek naar gedaan in de wereld. Heb je blauwe zones? Ik denk dat er een zijn het er nu zeven of negen, dat weet ik niet precies meer van buiten. Maar je hebt bepaalde geografische zones over de hele wereld. En twee daarvan liggen in het Middellandse zeegebied. En dat zijn eigenlijk zones waar dat de levenskwaliteit, maar ook de levensverwachting enorm hoog zijn. En waarbij dat mensen echt gewoon een enorme uh, hoge levenskwaliteit ervaren. Dus echt veel, enorm genieten van het leven. En dat vond ik zo mooi aan... Um, uh, het is uh, een, een Italiaans eiland en ook een Grieks eiland, waar dat zelf oude mensen gewoon nog heel, heel energiek zijn. En um, ja, die combinatie van het mediterrane eetpatroon met het beste uit Keto heb ik dan eigenlijk gecombineerd in het nieuwe boek in Keto in 15 Minuten Mediterraan, omdat dan nu ook uh, vanuit de wetenschappelijke wereld wordt gezien als zeg maar, het. Um, super eetpatroon om ja, langer uh, je goed te voelen en eigenlijk zeg maar uh, gezond oud te worden en zoveel mogelijk het leven te kunnen halen um, dus dat vind ik wel um, misschien wel ja, goed om mee te geven van als je denkt bij keto aan veel vlees, veel melkproducten en je zegt oh, dat is niets voor mij of je eet misschien vegan of vegetarisch en je denkt dan ook van keto dat ziet er niets voor mij uit met die grote lappen vlees Um, wees, uh, wees je er heel bewust van dat het ook anders kan, en dat is ook hetgene dat je in de boeken zal vinden. Dus ook met heel veel plantaardige gerechten. Um, dus dat is wel een van die misverstanden die ik ook wil, wil weerleggen. En hoe begin je er nu aan? Want je denkt misschien: ja, oké, okay, dat klinkt allemaal goed, maar hoe begin ik nu met keto? Wel, in de boeken zal je zien dat ik met een drie plan werk. En dat klinkt misschien alweer ingewikkelder dan het hoeft te zijn. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat je je lichaam eerst de tijd geeft om snelle suikers en koolhydraten af te bouwen. Ik ben iemand, ik ben nogal, hoe zou je dat zeggen, een extreem persoon. Um, nogal een zwart-wit persoon. En ik probeer daar ook wel een beetje uh, milder in te worden. Maar ik ben wel iemand die zich vaak in iets stort en die dan ook zegt van van de ene dag op de andere ga ik dat hier nu gaan veranderen. Maar dat is zeker niet voor iedereen de beste benadering. Als je nu nog veel suikers en koolhydraten eet, bijvoorbeeld veel brood en pasta, en je bent daar ook wel aan gehecht, dan is het best om dat rustig aan af te bouwen. En daarvoor ga ik je in de volgende aflevering, aflevering 3, want dit is nu aflevering 2, in de volgende aflevering ga ik je daar ook heel praktische tips voor geven. En waarom? Omdat niet alleen fysiek kan je lichaam in een soort detox komen als je te snel overstapt op keto, maar vooral vaak zijn we ook emotioneel en mentaal gebonden of eh, gehecht aan bepaalde koolhydraten, suikers aan bepaalde voeding. En dan is het heel belangrijk, vind ik, dat je jezelf wel de tijd geeft... om dat ook te gaan vervangen door gezondere alternatieven... zodat je nooit het gevoel hebt dat je op dieet bent. Want dat is ook het eerste wat ik in mijn eerste keto-boek, het keto-plan, uitleg. is waarom keto nu net helpt om los te breken uit diëten en tellen. En waarom dat diëten ook gewoon niet werken. Um, dus het laatste wat ik wil, is dat je keto probeert en dat je het gevoel hebt van dat is hier veel te extreem, um, dat is niets voor mij. Ik wil eerder dan dat je het uh, ja, fase per fase aanpakt, dat je jezelf de tijd geeft dat je het rustig aanpakt en dat je ook wendt aan minder zoete smaken, want dat zal je ook wel merken dat um, je gehechtheid aan zoet niet alleen komt door wat je eet, ...als in het effect op je bloedsuikerspiegel, maar ook het effect op je smaakpapillen. En hoe, eh, hoe minder suiker dat je gebruikt en eet, hoe sneller dat je lichaam daaraan zal wennen en ook zal wennen aan die minder zoete smaken. En dat is ongelooflijk. Hoe dat je lichaam eigenlijk zich constant aanpast, daar sta ik nog altijd van versteld. Maar dus het driefaseplan is fase 1. Bouw je snelle suikers en koolhydraten af. Dat kan op een week, à twee weken zijn. Fase 2 is dan echt een ketokuur om je lichaam zeg maar, bijna te gaan uh, ja, een duwtje in de rug geven of bijna te gaan verplichten om over te stappen op die vetverbranding. Want als je, als je zeg maar, daarmee begint en je denkt van: ik ga gewoon af en toe een keer zo koken en dan gaat mijn lichaam wel in ketose komen. Eigenlijk heeft het wel degelijk dat duwtje in de rug nodig die eerste twee à uh, vier weken... om echt je koolhydraten... zodanig te gaan verminderen... en zodanig veel goede vetten te gaan toevoegen... dat je lichaam echt... in die staat van ketose komt. En um, in een vorige aflevering... zei ik het al... Um, bij sommigen gaat dat heel snel... bij anderen heeft dat wat meer tijd nodig. En die ketokuur wil dus eigenlijk zeggen... dat je vooral uh, je... Uh, calorieën, zeg maar... je brandstof uit die goede vetten haalt... en dat je... Je koolhydraten gaat verminderen en, en... Um, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Je kan gewoon een stukje vis met groente en een goede portie olijfolie bijvoorbeeld gaan combineren. Dus zoek het ook niet te ver. In de boeken vind je sowieso een menuplanprogramma voor die ketokuur waarbij alles uitgerekend is. Uh, zodat je hey, genoeg goede vetten, eiwitten hebt, weinig koolhydraten, zodat je zelf niets hoeft te berekenen, over niets hoeft na te denken zelf. Alles is voor jou al uitgerekend. Je hebt de recepten, die zijn snel en eenvoudig. Minder uh, dan 15 minuten voorbereiding, dus je je kan het eigenlijk niet gemakkelijker hebben. En zo kan je keto echt eh, ook eh, gaan proberen als ketokuur. En dan na die tweede fase. Als je merkt van oké, okay, mijn lichaam begint zich wel aan te passen, ik voel het ook. Um, dat ik meer in die vetverbrandingsmodus zit. Ik zie het ook bijvoorbeeld op de weegschaal. Uh, het eerste wat dat je zal merken, is dat je veel watergewicht verliest. En dat is omdat koolhydraten, als je veel... Uh, zeker bijvoorbeeld granen, suikers eet... dan ga je lichaam uh, automatisch meer watergewicht vasthouden. En dat ga je niet altijd beseffen, maar het, um, het eerste effect van keto... dat je echt ziet in de spiegel, is vaak dat je precies zo wat minder opgeblazen bent of dat je, dat je kleren wel losser zitten en dat wil daarom niet per se zeggen dat je al hey, um, aan de lopende band vetten aan het verbranden bent, maar vaak die eerste weken of die eerste week ga je vooral veel watergewicht verliezen en je zal dat voelen. Je voelt je zo precies al wat lichter, wat strakker in je kleren, um, je, strakker in je lichaam en wat losser in je kleren. Zo bedoel ik het. Um, maar wel heel belangrijk daarbij, en dat is misschien een tip waar ik ook in de volgende aflevering dieper op zal ingaan. Maar als je suikers afbouwt en koolhydraten afbouwt, vergeet dan niet om enerzijds genoeg goede vetten toe te voegen, zodat je wel genoeg energie hebt en dat je lichaam ook de brandstof geeft om ook echt te kunnen overstappen op die vetverbranding. Dat is heel belangrijk. Wees dan niet bang van die goede vetten. Um, maar vooral ook voeg voldoende kwaliteitsvol zout toe, zeezout, Himalaya zout, want als je veel watergewicht verliest tijdens bijvoorbeeld die ketokuur, dan ga je ook bepaalde mineraalzouten verliezen, zoals bijvoorbeeld natrium. En dan is het wel belangrijk dat je voldoende zout gebruikt om ook energie op peil te houden. Maar goed, dat is een tip tussendoor. Daar ga ik ook in een volgende aflevering nog veel dieper op ingaan. Dus die ketokuur en daarna. Vind ik het vooral heel belangrijk dat je kan evolueren op langere termijn naar een flexibele low carb levensstijl. Waarbij dat je dus niet meer bezig bent met um, ja, die ketokuur, wat toch iets strenger is. Maar dat je eigenlijk kan evolueren meer naar een, een gebalanceerde, flexibele levensstijl waarbij dat je meer koolhydraten haalt, maar dan de trage, complexe koolhydraten uit. Bijvoorbeeld zoete aardappel, alles van knolgroenten zoals pastinakel, de wortel, peterseliewortel, vaak zijn dat ook zo'n beetje de vergeten groenten. Um, je kan ook af en toe bijvoorbeeld een keer um, wat pulvruchten toevoegen als je dat wil of als je uh, uit eten gaat, kan je ook zeggen van kijk, uh, ik ga graag in het weekend een keer uit eten. Um, tijdens de week eet ik keto, tijdens het weekend ben ik flexibeler, dus je kan daar eigenlijk dan je eigen weg een beetje in zoeken. En in mijn nieuwste boek heb ik ook in het menuplanprogramma een uh, ja, flexibel low-carb week toegevoegd, zodat je ook ergens weet van, wat betekent dat nu, hoe kan ik dat invullen? Um, en ja, zo maakt het wel veel gemakkelijker om keto ook te blijven combineren met het sociaal leven, uh, maar evengoed kan je keto ook gewoon zien als een soort Detox of reset die je gewoon een paar keer per, per jaar doet. Bijvoorbeeld na de feestdagen of voor de zomer. Dus je kan het eigenlijk op heel veel verschillende manieren gaan benaderen. Maar ik zelf benader het eerder vanuit uh, ja, een levensstijl. Heel flexibel, low carb of koolhydraatbewust. Um, daar voel ik mijzelf het beste bij. En ik nodig je dan ook uit om het zelf ook gewoon te proberen. En ik krijg ook vaak de vraag van. Zijn er nu manieren om sneller in ketose te komen? Om die overstap naar vetverbranding te versnellen? Wel, één ervan is beweging. Um, een van de beste manieren om sneller in ketose te komen... Je zou misschien denken dat is superhard gaan sporten. Maar wat uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt, is dat goed stevig wandelen vaak nog de beste manier is. En um, als je dat dan nog eens gaat combineren met intermittent fasting... Ja, dan gaat je lichaam heel snel in ketose komen. En intermittent fasting is zoiets waar dat er ook heel veel over geschreven wordt tegenwoordig, omdat het ook bij veel celebrities, um, bekende Vlamingen ook populair is, maar evengoed in de topsportwereld um, veel gebruikt wordt. En intermittent fasting, vrij vertaald, uh, peri periodiek vasten kan je het misschien noemen, gaat eigenlijk een beetje terug naar hoe dat we vroeger aten. Ik spreek nu wel al over honderden jaren terug. Hoe dat we duizenden jaren aan een stuk hebben geleefd, waarbij dat we vaak maar twee keer per dag aten. En dat we zeker niet tussendoor constant aan het eten waren. Waardoor dat ons lichaam eigenlijk dus veel meer ruimte en rust had tussen de maaltijden door. En... De gemakkelijkste manier om intermittent fasting te proberen is de 16-8-methode. Of zelfs, als je dat wilt, de 14-10 of de 12-12. Um, wat ik eigenlijk wil zeggen, stel nu dat je de 16-8-methode hebt, dat je 16 uur vast, dus dat je tijdens die periode alleen maar water, koffie of thee drinkt, dat je niets eet... En dat je dan je maaltijden binnen een tijdspanne van 8 uur neemt. Dus bijvoorbeeld, stel dat je het ontbijt overslaat. Als je niet echt een ontbijtpersoon bent, dan ga je om 12 uur smiddags je eerste maaltijd nemen. En hey, maaltijd eventueel een tussendoortje, en dan je tweede maaltijd um, voor 8 uur s avonds. Dus dan heb je die tijdspanne van 8 uur. Maar evengoed um, kan je dat. Ja, naar jouw eigen hand zetten en kan je gewoon zeggen. Ik ga gewoon 12 uur later tussen mijn laatste maaltijd en mijn ontbijt. Dat geeft ook al voordelen van intermittent fasting. En daar wil ik ook in een volgende aflevering veel dieper nog op ingaan. Maar probeer je zeker niet te forceren als je het vasten uh, wil proberen. Ga je niet gaan forceren. Probeer bijvoorbeeld gewoon een keer twaalf uur tussen je laatste maaltijd en je volgende, dus je ontbijt, uh, te houden. En je zal merken dat dat vaak al, zeker als je een gevoelige spijsvertering hebt of. Um, dat je misschien soms wat moeite hebt om te slapen omwille van een zware vertering, kan dat ook al enorm helpen. Dat je dan niet s'avonds laat na je maaltijd, bijvoorbeeld om tien uur, nog een keer begint te eten. Dus dat heeft ook wel zijn voordelen. Dus intermittent fasting um, en beweging kunnen je helpen om sneller in ketose te komen. Maar dan is er nog een derde hulpmiddel, en dat is MCT-olie. En dat was iets waar ik toen ik zelf met keto in aanraking kwam ook nog nooit van had gehoord. MCT is eigenlijk een afkorting, de afkorting voor Medium Chain Triglycerides. In het Nederlands middellange vetzuurketens. En dat is een heel specifiek soort vet. Um, Olie, eigenlijk, die bijvoorbeeld uit kokosolie wordt gehaald. En het unieke aan MCT's is dat ze korter zijn van keten. Ik ga niet te wetenschappelijk gaan, maar het wil eigenlijk zeggen, als je het vergelijkt met andere vetten, zoals bijvoorbeeld olijfolie, hé, als je dat verteert, gaat dat door je hele spijsverteringskanaal. Eh, dus dat duurt wel even. Maar het unieke aan MCT's is dat ze niet eerst door die hele spijsvertering moeten gaan, maar dat ze vaak heel snel worden opgenomen, vervoerd naar je lever. En daar worden omgezet tot ketonen en tot energie. En dat is ook een van de redenen waarom MCT's vaak worden ingezet in de topsportwereld, om nog net zo dat extraatje te geven, die extra boost in de energie, wanneer het meest nodig is, omdat het zo snel wordt omgezet tot energie. Nu, waarom ik zelf MCT ben beginnen gebruiken als experiment, lang geleden, toen ik pas met keto in aanraking kwam, is omdat ik had gelezen dat het enorm helpt om minder zin te hebben in zoet, minder behoefte te hebben aan tussendoortjes, en ik dacht, oké, okay, dat gaat mij helpen bij die overstap. En inderdaad, eh, voor mij persoonlijk gaf dat een, een heel groot verschil, en dat is ook wel de feedback die ik vaak krijg, Tijdens bijvoorbeeld workshops of via de blog, is dat MCT-olie een heel groot verschil kan maken, zeker op het begin dat je overstapt, om die zeg maar, behoefte aan zoet en aan suiker te doorbreken. Omdat het je gewoon veel langer ook een voldaan gevoel geeft. Um, nu, MCT-olie was nog niet verkrijgbaar in België, dus wij hebben het ook met onze All Good productlijn naar Vlaanderen gebracht. En ik vond het heel belangrijk dat het de beste kwaliteit was. Dus we zijn op, op zoek gegaan naar pure C8-MCT's. Want je hebt eigenlijk vier soorten MCT-olie. En C8 is de enige die echt efficiënt werkt om, eh, zeg maar, meer ketonen aan te maken en die vetverbranding extra te gaan activeren. Dus eh, via julisluister.com vind je ook onze Allgood MCT-olie als je die zelf eens wil proberen. Maar dat is dus ook een enorm krachtige eh, ja, zeg maar, hulpmiddel om ook eh, je lichaam sneller in te in die staat van vetverbranding te brengen. Nu, je vraagt je misschien af: oké, okay, maar wat zijn nu eigenlijk die gezondste vetten? En hoe kan ik snelle koolhydraten gemakkelijk vervangen en hoe kan ik daar nu heel praktisch mee beginnen? Wel, dat wil ik je sowieso in de volgende afleveringen ook vertellen. Maar ik wil je ook uitnodigen, stel dat je nu vandaag al uh, nieuwsgierig bent en meer informatie wil en er gewoon praktisch mee aan de slag wil. Je vindt natuurlijk veel informatie in mijn boeken, maar als je ook houdt van uh, bijvoorbeeld video of audio, dan nodig ik je uit om naar Julieslifestyle.com te gaan en in de shop vind je een online start to keto. Workshop pakket waarbij je een video bestand krijgt van een keto lezing, waarbij ik je echt tot in detail alles ga vertellen van hoe je daarmee kan beginnen, en dan krijg je ook een menuplan programma toegestuurd: een digitaal menuplan programma, waarbij je eigenlijk alles echt uitgewerkt is voor jou, dat je gewoon kan volgen. Alles is uitgerekend. Je hebt recepten, je hebt dagmenu's, je hebt boodschappenlijstjes, je hebt eigenlijk alles in huis om zelf met keto te beginnen. Dus dat vind je via julieslifestyle.com in de shop, het online Start the Keto Workshop pakket. Ik hoop alles is dat je genoten hebt van deze aflevering. Um, stuur me zeker je feedback. Ik krijg heel graag feedback, ook als je vragen hebt of suggesties voor volgende afleveringen. Je kan een berichtje nalaten in de comments op julieslifestyle.com slash 2, want het is de tweede aflevering. En um, speciaal voor jou heb ik ook een gratis Keto e-book samengesteld met recepten, een menuplan, eh, meer informatie. En dat kan je downloaden ook via de website, via julieslifestyle.com. Gewoon je naam en je e-mailadres ingeven. En dan krijg je je gratis e-book gewoon toegestuurd in je mailbox... Voor wie aan het luisteren is, je kan deze podcast trouwens ook bekijken via video, via youtube.com slash Lifestyle. En het zou me enorm helpen en motiveren om nog nieuwe afleveringen te maken. Als je je abonneert op onze podcast en een rating geeft met sterretjes via Apple Podcasts. En dat je misschien ook, als je er de tijd voor kan nemen, een korte review schrijft van wat je van deze podcast vindt. En natuurlijk, wat mij ook enorm zou helpen, is dat je deze podcast deelt mijn vrienden, familie en op social media tag me zeker @julieslifestyleofficial op Instagram, dan kan ik je berichtjes of je screenshot van deze podcast ook zien. Dat, is, dat vind ik zelf superleuk om die feedback ook te krijgen en dat is heel motiverend om nou veel tijd en energie en ook geld te investeren in al deze gratis content en ik wil dat zeker blijven doen, want het is ook een van mijn grootste passies om uh, ja, zeg maar, kennis en, en uh, tips en zo te kunnen meegeven via video en audio. Dus euh, ja, het zou me enorm helpen als je abonneert op de podcast en hem ook deelt. De volgende keer vertel ik je meer over suiker. Wat precies het verschil is tussen suikerverbranding en vetverbranding. En euh, ook ga ik je heel veel praktische tips meegeven hoe je snelle suikers en koolhydraten gemakkelijk kan afbouwen. Zodat je je lichaam in die staat van vetverbranding kan brengen. Tot de volgende keer.